Hallo allemaal, daar ben ik weer, Zonia Liemers, met een nieuw filmpje over initiatief nemen. In mijn vorige filmpje keken we naar hoe Annemarie het initiatief nam om aan Julia en Sophie te vragen of ze met de poppen wilden spelen. En gelukkig zeiden ze toen ja. Nu gaan we naar dezelfde situatie kijken. Maar wat gebeurt er als het dan anders gaat? Laten we kijken. Ik ga inzoomen met mijn camera. Annemarie vraagt hetzelfde. Zullen we met de poppen spelen? Maar wat is dat? Julia schudt nee met haar hoofd. Nu klopt het niet meer in het hoofd van Annemarie. Ze raakt helemaal in de war. En nu laat ik je met mijn camera verschillende manieren zien van hoe Annemarie kan reageren. Misschien herken je jezelf daar wel in. Annemarie gaat gillend op de grond liggen. Maar ik wil met de poppen spelen, roept ze. Een andere reactie kan zijn. Annemarie rent huilend naar haar slaapkamer en gaat op bed liggen huilen. Ze willen helemaal niet met me spelen. Het is gemeen. Nog een andere reactie kan zijn. Annemarie wordt super boos. Ze gooit haar stoel om en roept: ik vind jullie stom. Ik wil nooit meer met jullie spelen. Jullie zien het al. Het gaat hier niet goed. Dit is helemaal niet leuk voor Annemarie. Maar ook niet voor Sophie en Julia. Wacht, ik ga even inzoomen met mijn camera. Laten we nog eens naar de reacties van Annemarie kijken. Annemarie ligt gillend op de grond. Krijgt Annemarie nu wat ze graag wilde? Nee. Annemarie ligt huilend op haar bed. Krijgt ze nu wat ze graag wilde? Nee. Annemarie was super boos en schold haar vriendinnen uit. Krijgt ze nu wat ze graag wilde? Nee. Deze reacties waren niet helpend voor Annemarie. En ze vraagt zich dan ook af. Hoe doe ik dat? Spelen met vriendinnen als zij niet willen doen wat ik graag wil. Da-da-da-da-da! De oplossing. We gaan overleggen. Annemarie denkt. Julia zei nee. Ik vraag, Julia, wat wil jij dan spelen? Kijk, zegt Julia, ik heb mijn nieuwe kwartet meegenomen. Dat heb ik van oma gekregen voor mijn verjaardag. En ik kan niet met mijn eentje kwartetten. En Annemarie vraagt, Sophie, wat wil jij graag spelen dan? En Sophie zegt, nou, ik vind spelen met de poppen leuk. En ik vind spelen met kwartet ook leuk. Oh, denkt Annemarie. Julia wilt kwartetten, maar ik vind kwartetten ook leuk. En Sophie vindt het allebei leuk. En Annemarie vraagt dan ook. Zullen we eerst kwartetten en dan met de poppen spelen? Ja, roepen Julia en Sophie allebei tegelijk. En nu hebben ze met z'n drieën een heerlijke middag om te spelen. Nou jongens en meisjes, dat was het voor deze keer. Initiatief nemen en overleggen met elkaar. Veel speelplezier en tot de volgende keer. Dag!